Welkom allemaal op mijn nieuwe YouTube channel NL Speler. Op dit nieuwe YouTube kanaal ga ik jullie uitleggen hoe je Summoner's War moet spelen als een beginner. Ik speel ongeveer al iets meer dan 2 jaar dit spel en ik zie heel veel nieuwe spelers veel beginnersfouten maken en die helemaal niet nodig zijn. En ik wil in deze tutorials laten zien, of tenminste hoe je het beter kan doen of betere beslissingen kan maken en waarom en hoe en wat. Ik heb deze nieuwe account gemaakt. Ik ben net door de tutorial heen, dus de intro heen. Ik heb mijn monsters heb ik. Ik heb dus deze 3 monsters die iedereen krijgt. Ik heb op dit monstertje, op deze fairy, heb ik 1 rune zitten, want dat moest. 1 energie rune en die heb ik uit het begin starterslevel gekregen. Garen Forest. Dus daar uit de Garen Forest, daar moeten we dan nieuwe runes uit gaan halen. En je ziet hier zo dat je daar sets kan halen. Energie sets. Als je 2 energie sets complete, krijg je 15 HP. En daarbovenop krijg je een Inugami, of een kans op een Inugami, 3 ster. Dat is helemaal geweldig. Plus we krijgen 2 sterren en 1 sterren als voedsel. In dit eerste basislevel. Ik zou zelf, als ik nu nieuwe speler zou zijn, die Inugami gewoon halen. Hij is in het begin niet zo helemaal fantastisch. Maar het kost je weinig om hem te evolven naar volledig. En dan bedoel ik dat hij, als we hier naar de monsters gaan en de collectieversie. En we gaan hem hier zo aanklikken. Hier zo. En, oh, ja. En dan kijken we hier zo dat hij terug kan aanvallen als hij aanvalt. Dat is een buff die hij kan krijgen als hij volledig awakened is. Awakened noemen ze dat. En dat doet hij nu nog in 5 beurten. Maar dat zal teruggaan naar 3 beurten. Plus, hij gaat met mensen van je team aanvallen met zijn tweede ability of zijn tweede skill. En dan gaat zijn beurt telling naar beneden. Dus als dit 5 is en hij gebruikt de tweede skill, gaat het deze skill naar 4. En de eerste doet hij defense van de tegenstander, de verdediging van de tegenstander, verlagen met 50% kans. Voor 2 beurten. Dus hij zal vaak aan de beurt komen. Plus zijn leider skill is dat attack speed voor monsters met water. En aangezien we in het begin best wel veel waterpopjes krijgen, is het best wel handig om dit popje te maken. Ik zou niet zeggen dat je hem 6 ster moet maken. Maar 4 ster, 5 ster is heel leuk als we straks B6 in de Giants gaan lopen. Dat kunnen we volgens mij nu nog niet zien. Nee, dat kunnen we nog niet zien. Maar B6 Giants is vuur. En het is water tegen vuur. Dus het is heel handig om hem te hebben. In deze scenario's zou ik eigenlijk eerder voor een volledige set energie gaan. Als je, zeker als je aan het beginnen bent. En je ziet ook dat ik nog helemaal geen popjes heb. Dus ik ga deze sets allemaal op energie zetten. Dus wat ik ga doen. Ik ga deze scenario's lopen. Om alleen maar energie runes te halen. En dan maakt het me niet uit wat erop staat. Want op de hele eerste set runes zal geen 15 HP staan. Dat kan gewoon niet. Kijk, want we kijken nu gewoon naar deze rune. Nou, het is geen rune, dus dan gaan we het gewoon nog een keertje doen. Maar je zal zien, er staat misschien maar 2 HP op of zo, of 3 attack power. Dat is helemaal niks. Maar als we 2 van deze stenen hebben, dan hebben we in 1 keer 15 HP. En dat is wel prima. Dat is wel goed. Oh, oké. Het regent scrolletjes. Dat geeft niet. Die heb je allemaal uiteindelijk nodig.
Doe het gewoon overnieuw. Je energie zal niet opraken, want voordat je twee keer je ogen knippert, ben je level up. Want we zijn nu al level 2. Geloof ik. Oh, zelfs een 3-ster rune. Oké. Dus we gaan dan naar runes toe. We gaan naar dat vrouwtje, die heb er alleen. Hij heeft er nog geen, dus dan doe je er gewoon engraven. Wil je die engraven? Dat wil ik. En dan hebben we nog één popje, die staat hier niks te doen. Maar dan gaat hij gewoon nu mee. Dus ga ik weer het eerste level doen. En dan haal ik hem eruit. En dan doe ik hem erin. En dan ga ik dat gewoon weer overnieuw doen. Totdat ik op al die popjes een allemaal één energie roen heb. Dan weet ik in ieder geval sowieso zeker dat ze 15 energie hebben. Op het moment dat ik alle levels uitgelopen heb, dan hebben ze 45 energie. En dat is weer genoeg, zeg maar, om in het volgende level nog gekkere dingen te doen. Dus, mijn advies zou zijn, als je opnieuw begint, haal deze runes, maar kijk niet wat erop zit. Doe ze niet, doe er geen manen in steken. Die manen heb je allemaal later nodig. Doe dat gewoon niet. Haal je scrolls op, haal die runes op. Kijk, weer een nieuwe rune. Mooi voor hem. Gewoon, oh, manager kan je ook. Oh, oh, dat kan ook. Dat had ik nog niet gedaan. Kijk, een 1-ster rune. Hop, erop. Je krijgt nog meerdere popjes. Dus je ziet hier zo, ik ben bezig, zeg maar, om al die eerste runes te farmen. Ik zal even naar het tweede level gaan. Kunnen we dat even beter bekijken. Kunnen we ze alle drie meenemen. En als ze eenmaal 15 HP hebben, dan gaat het allemaal wat makkelijker. Niet dat ze een... Het maakt nu nog niks uit, zeg maar we krijgen nu al lekker wat energie terug. Dat zal ik ook nog een keer uitleggen. Maar farm gewoon die energie runes. Kijk niet wat erop staat. En dat is echt het beste wat je in het begin kan doen. En die Inugami farmen natuurlijk. Water. Die heb je later nodig. Maar dat zal ik uitleggen op het moment dat we er eentje hebben. En we misschien eventueel awakenen of wat dan ook. Een HP doen. Kijk, fantastisch. Die gaan we op haar zetten. Dat moet denk ik. Oké, HP doen, energie. Engrave, juist. En nu hebben we een energie set. En je ziet hier ook een voorbeeld dat je uit het eerste level, of scenario 1, levert de 1 sterren runes op. En de andere levels op volgend 2 levert de tweede rune op, 3 de derde. En wat ze hier niet laten zien is dat de zevende, de eindbaas, alle runes kan droppen met een hogere waarde dan de voorgaande drops. Wat wil ik daarmee zeggen? Als jij het maximale eruit kan halen op helmode en er valt... In het scenario gewoon op helmode 4 ster runes, dan vallen er in de eindbaas, in level 7, een variatie van 5 ster runes. Maar daar komen we nog een keer op terug. Maar je kan dat doen, dat gaan we ook doen op een later stadium. Oké, dus we hebben nu dit gehaald. Ik zal verder gaan met het halen van een goede runeset. En dan, tenminste een goede runeset, gewoon... Allemaal op een. Dat doen we later. Dus, mijn idee in het begin. In het begin. Doe gewoon die energie set halen. Haal voor iedereen die 15 energy van de 2 energy rooms. En ga daarop verder. Maar doe dan voor de rest. Ga niks anders geks doen. Doe dat. En succes. En dan spreken jullie zometeen weer in een volgende video. Als je er wat van vindt. Doe een duimpje omhoog. En abonneer als je het echt wat vindt. Tot de volgende video.